going to continue along the lines of what I shared last night. Dus ik ga verder met waar ik gisteren gebleven was. Let's turn to Mark chapter 11. Laten we naar Marcus hoofdstuk 11 gaan. Who was not here last night? Wie was er hier niet gisteravond? Well, I haven't got time to go back and preach what I preached last night. Ik heb geen tijd om weer opnieuw te prediken wat ik gisteravond gepredikt heb. But I believe it's something that every single Christian ought to know. Maar ik geloof het is iets wat iedere christen zou moeten weten. So I encourage you to please get the DVD or CD of last night. Dus ik wil u aanmoedigen om de DVD of CD van gisteravond te kopen. I mentioned briefly Mark chapter 11 verse 24. Ik heb kort aangehaald Marcus hoofdstuk 11 vers 24. And this was just a portion of what Jesus was speaking to his disciples. En dit is maar een onderdeel van wat Jezus aan zijn discipelen leerde. So I want to back up in this story and give you the full context of what Jesus was saying. Dus ik wil terug naar dit verhaal en de volle context laten zien van wat Jezus aan het zeggen was. In Mark chapter 11 verse 12. En Marcus 11 vers 12. And on the morrow when they were come from Bethany, he was hungry. En de volgende dag toen ze van Bethanië kwamen, werd hij hongerig. And seeing a fig tree afar off having leaves, he came if haply he might find anything thereon. And when he had come to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. En toen hij van verre een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En daarbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren. And Jesus answered and said to it, no man eat fruit of you hereafter forever, and his disciples heard it. Want het was de tijd nog niet voor vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eet je meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. This is a really interesting passage of scripture. Dit is een heel interessant schriftgedeelte. For years I wondered about why the Lord cursed this fig tree. Jarenlang heb ik me afgevraagd waarom de Heer deze vijgenboom vervloekte. It says that it wasn't time for figs yet. Er staat het was nog geen tijd voor vijgen. And yet Jesus got angry at this fig tree for not having figs. En toch werd Jezus boos op deze vijgenboom omdat hij geen vijgen had. And then someone told me that a fig tree produces leaves at the same time it produces figs. En toen zei iemand mij dat een vijgenboom vijgen produceert op het moment dat ook de bladeren komen. Even though it wasn't time for figs, it wasn't time for the leaves either. En hoewel het ook geen tijd was voor de vijgen, was het ook echt geen tijd voor de bladeren. This fig tree was professing to have something that it didn't possess. Deze vijgenboom beleed alsof hij iets had wat hij niet had. So this fig tree was a hypocrite. Dus deze vijgenboom was een hypocriet. And you've got to remember that Jesus created all of the plants. En u moet u herinneren dat Jezus alle planten geschapen heeft. He's the one that set down the laws of how they bear fruit. Hij heeft de wetten bepaald van hoe ze vrucht dragen. And this fig tree was a pervert from what God intended it to be. En deze vijgenboom was een slecht voorbeeld van hetgene wat het zou moeten zijn. So Jesus was completely right to curse this fig tree for being out of order. Dus Jezus had volkomen gelijk om deze vijgenboom te vervloeken. And it makes special mention at the end of verse 14. En daarvan staat het geschreven in het laatste stuk van vers 14. That his disciples heard him say this. Dat zijn discipelen het hoorden zeggen. And then it records him going into the temple and driving out the money changers. En dan staat er dat hij de tempel inging en de geldwisselaars eruit gooide. And then in the 19th verse it talks about them going back to Bethany. En dan staat er in vers 19 dat ze teruggingen naar Bethanië. In verse 20 it says, and in the morning as they passed by they saw the fig tree dried up from the roots. En dan staat er in vers 20, en toen ze dus 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij van de wortel af verdord was. Now we can suppose that Jesus walked back to Bethany the same way that he walked into Jerusalem earlier in the day. We kunnen veronderstellen dat Jezus terugging naar Bethanië dezelfde manier als hij heen gegaan was eerder op die dag. And the disciples didn't notice anything in the evening. En de discipelen hadden niets door in de avond. It was nearly 24 hours later before they saw that this fig tree was dead. Het was ongeveer 24 uur later voordat ze ontdekten dat die vijgenboom dood was. And yet if you read this same account in Matthew's gospel. Maar als je ditzelfde verhaal leest in het evangelie van Matthäus. It says that the fig tree died immediately. Dan staat er dat de vijgenboom onmiddellijk stierf. So there appears to be a contradiction. Dus daar lijkt een tegenspraak te zijn. Matthew says it happened immediately. Matthäus zegt het gebeurde direct.
But Mark, it was 24 hours later before they saw what had happened. Maar in Marcus was het 24 uur later voordat ze zagen wat er gebeurde. And here's the answer to that. En hier is het antwoord daarvoor. It says in the last part of the 20th verse that the fig tree was dried up from the roots. Het staat in het 20ste vers dat de vijgenboom van de wortel af verdord was. The truth is that the fig tree died immediately. De waarheid is dat de vijgenboom onmiddellijk stierf. But it happened in the roots. Maar het gebeurde in de wortel. And it took nearly 24 hours for that to show up in the leaves. En het duurde ongeveer 24 uur voordat dat zichtbaar werd in de bladeren. It's like when you cut off a flower. Het is alsof je een bloem afknipt. The moment you cut that flower, it's dead. Het moment dat je die bloem afknipt, is die dood. But it takes a while for the flower to wilt. Maar het duurt een tijdje voordat die bloem verwelkt. The moment Jesus spoke to that fig tree, it was dead. Het moment dat Jezus sprak tegen die vijgenboom, was die dood. But it wasn't visible to the eye. Maar het was niet zichtbaar voor het oog. It was underneath the surface. Het was onder de oppervlakte. And it took a while for what had already happened to become visible. En het duurde een tijd voor wat al gebeurd was om zichtbaar te worden. There's a great lesson in that for all of us. Er is een grote les in voor ons allemaal. But I'm not going to teach on that. Maar daar ga ik niet over onderwijzen. But let me just mention quickly. Maar laat het me snel even noemen. That when God moves in your life. Dat als God beweegt in je leven. It may take a period of time before what has happened in the spirit is visible in the physical. Dan kan het misschien even een tijdje duren voor wat in de geest gebeurd is zichtbaar wordt in het natuurlijke. But the moment God's word is released, your miracle is done. Maar op het moment dat Gods woord uitgesproken is, is uw wonder gedaan. And when Peter saw this, he was amazed. En toen Petrus dit zag, was hij verbaasd. In verse 21, it says, Peter, calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which you cursed is withered away. En Petrus herinnerde het zich en zei tot hem, Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, die is verdord. Now, we don't have the advantage of hearing the way he said that. Nou, wij hebben niet het voordeel om te kunnen horen de manier waarop hij dat zei. But I can guarantee you, he didn't say it this way. Maar ik kan u garanderen, hij zei het niet op deze manier. Master, the fig tree you cursed is withered. Meester, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. He was amazed. Hij was verbaasd. I believe he said, Jesus, look at the fig tree that you cursed. Hij zei, Jezus, kijk eens naar de vijgenboom die u vervloekt hebt. He was shocked that Jesus could just talk to something and instantly it would respond. Hij was gechoqueerd om te zien dat Jezus tot iets kon spreken en het was direct verdord. If I walked out to one of these trees out here on the street. Als ik naar een van die bomen hier buiten liep. And if I just said you're dead. En als ik zei je bent dood. And then tomorrow that tree is dead. En dan morgen is die boom dood. That would be impressive. Dat zou indrukwekkend zijn. That's what Jesus did. Maar dat is wat Jezus deed. This was a great miracle. Dit was een groot wonder. And we don't have the benefit of hearing Jesus reply either. En we hebben ook niet het voordeel om Jezus kunnen horen antwoorden. But I don't believe he said have faith in God. Maar ik geloof niet dat hij zei, heb geloof in God. I believe it was more like, when are you going to start having faith in God? Ik geloof dat het meer was van, wanneer ga je nou geloof hebben in God? Jesus was disappointed at their inability to believe God. Jezus was teleurgesteld door hun beperkte mogelijkheid om te vertrouwen in God. He was basically saying, this is the way that faith is. Hij was eigenlijk eenvoudig aan het zeggen, dit is de manier dat geloof werkt. If you can believe God, all things are possible. Als je God gelooft, dan is alles mogelijk. Unless we get too hard on Peter. En we willen niet te hard zijn tegen Petrus. All of us seem to have the same problem. Want wij allemaal lijken datzelfde probleem te hebben. When we see miracles, most people are shocked. Als wij wonderen zien, zijn de meesten van ons gechoqueerd. We are more comfortable with the natural than the supernatural. We zijn meer op ons gemak met het natuurlijke dan met het bovennatuurlijke. But that's not the way that God intended it to be. Maar zo heeft God het eigenlijk niet bedoeld. So in verse 22, Jesus began to teach them how he did this. Dus in vers 22 begint Jezus uit te leggen hoe hij het deed. He said, have faith in God. Hij zei, heb geloof in God. And then verse 23 is very specific. En dan is vers 23 heel specifiek. He said unto them that whosoever shall say unto this mountain, be removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Hij zei, wat ik zeg, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geschieden.
Now remember what I was teaching last night. Nou herinner u wat ik heb geleerd gisteravond. That everything God has ever or will ever do has already been accomplished. Dat alles wat God ooit gedaan heeft of ooit zal doen, dat het al reeds volbracht is. By grace everything is already done. Door genade is alles al reeds gedaan. God had already put his power in Jesus. God heeft al reeds zijn kracht in Jezus geplaatst. Jesus didn't ask God to curse this fig tree. Jezus vroeg niet aan God om die vijgenboom te vervloeken. He took his authority and he released that power. Hij nam zijn autoriteit en hij liet die kracht vrij. And some people think, well, that was Jesus. En sommige mensen denken, ja, maar dat was Jezus. And this is me. I don't have the same power. En dit ben ik en ik heb niet diezelfde kracht. But in Matthew chapter 28, Jesus gave us the same power. Maar in Matthäus 28 gaf Jezus aan ons dezelfde kracht. He says, all authority in heaven and earth has been given unto me. Hij zegt, alle gezag in hemel en op aarde is aan mij gegeven. And then he turned and says, now you go and cast out all these devils. En toen draaide hij zich om en toen zei hij, en jullie gaan nu erop uit en gooi die duivels eruit. We have the same power and authority that Jesus had when he was here on this earth. Wij hebben hetzelfde gezag en autoriteit die Jezus had toen hij op aarde was. And the way that Jesus released his faith is the way we should release our faith. En de manier waarop Jezus zijn geloof vrijzette is de manier waarop wij het ook vrij moeten zetten. But this is not the way that the majority of the church is seeking God. Maar dit is niet de manier waarop de meerderheid van de kerk God zoekt. When most Christians have a problem, als de meeste christenen een probleem hebben, they go to God and start pleading with God to solve their problem. Dan gaan ze naar de Heer toe en dan beginnen ze te pleiten bij God om hun probleem opgelost te krijgen. But God solved your problem before you ever had the problem. Maar God heeft die probleem al opgelost voordat u het probleem had. By his stripes you were already healed. Door zijn striemen ben je al reeds genezen. You don't need God to heal you. U hebt niet nodig dat God u geneest. God has already generated raising from the dead power. God heeft al reeds klaargemaakt uit de dood opwekkende kracht. And he has put that power on the inside of every born again believer. En hij heeft die kracht gelegd aan de binnenkant van iedere wedergeboren gelovige. I'm going to come back to Mark chapter 11. Ik ga terug naar Marcus 11. But let's look in Ephesians chapter 1. Maar laten we eerst kijken in Efeze hoofdstuk 1. Paul is praying a prayer for the Ephesians. Paulus bidt een gebed voor de Efeziërs. And his prayer is completely different than most religious prayers today. En zijn gebed is een volkomen verschillend dan de meeste religieuze gebeden van vandaag. You know, if you were praying a prayer for Americans. Weet je, als u een gebed bidt voor Amerikanen. And if you were going to send this prayer back in writing through me to America. En als je dat gebed op zou schrijven en aan mij mee zou geven voor Amerika. How would you pray for the Christians in America? Hoe zou u bidden voor de christenen in Amerika? I can tell you because I've heard a lot of prayers. Ik kan het u vertellen, want ik heb een hoop van die gebeden gehoord. Most people would pray, oh God, pour out your spirit on America. Oh God, giet uw geest uit op Amerika. Oh God, send revival to America. Oh Heer, stuur opwekking naar Amerika. God, release your anointing in America. Heer, zet uw zalving vrij in Amerika. That's not the way that Paul prayed. Dat is niet de manier waarop Paulus bad. Paul didn't beg God to do one thing. Paulus bedelde God niet om één ding te doen. He said, God, open up their eyes to what they already have. Maar hij zei, God, open hun ogen voor te zien wat ze al hebben. See, most of us think that we have nothing. De meeste van ons denken dat we niks hebben. We think that God has all power, but we have nothing. We denken dat God alle macht heeft en wij niks. We don't understand that we've been resurrected with Christ. We begrijpen niet dat we opgestaan zijn met Christus. And you are now God possessed. En u bent nu in bezit van God. All of God's power is on the inside of you. Al Gods kracht is binnenin u. All of it. Alles. Not just a little bit of God's power. Niet een klein beetje van Gods kracht. It says in 1 John chapter 4 verse 17. Dat staat in 1 Johannes 4 vers 17. That as Jesus is right this moment. Zoals Jezus nu op dit moment is. So are we in this world. Zo zijn wij ook in deze wereld. It didn't say we're going to be like him in eternity. Hij zei niet we gaan zo zijn in de eeuwigheid. We are like him now. We zijn zoals hij nu. And a lot of Christians struggle with this. En een hoop christenen hebben daar problemen mee. Because they go look in the mirror. Want ze kijken in de spiegel. And they think this is the way that Jesus is. En zeggen ze, is dit de manier zoals Jezus is? And they see gray hairs and
zits and ugly. En ze zien allerlei grijze haren en het ziet er gewoon een beetje lelijk uit. And they think this is the way that Jesus is. Is dit de manier dat Jezus eruit ziet? No, your body isn't like Jesus. Nee, je lichaam is niet zoals Jezus. And then they search their mind and their soul. En dan onderzoeken ze hun gedachten en hun ziel. And they feel fear and anger and bitterness and discouragement. En dan ontdekken ze angst en bitterheid en ontmoediging. And they think this is the way Jesus is. En denken ze, is dit de manier dat Jezus no, is? No, Jesus isn't like that. Nee, zo is Jezus niet. But in your spirit, you are identical to Jesus. Maar in je geest ben je precies als Jezus. You have His power and His authority. Je hebt zijn kracht en zijn autoriteit. And it says here that the same power that raised Jesus from the dead is inside of us. En er staat hier dat diezelfde kracht die Jezus uit de dood opgewekt heeft in ons is. That's verse 19. Dat is vers 19. And he wants us, this is kind of me putting three verses together, but he wants us to see what is the exceeding greatness of his power to usward who believe according to the working of his mighty power that he wrought in Christ. En dan staat er nu overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewrocht heeft, dat is gemaakt heeft in Christus. It's the same power that raised Christ from the dead. Het is dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. You have raising from the dead power inside of you. Je hebt opwekkingskracht vanuit de dood in jou. And yet we approach God as if we have nothing. En dan gaan we God tegemoet alsof we niks hebben. We say, God, the doctor told me I've got cancer. En we zeggen, de dokter heeft me verteld dat ik kanker heb. And I'm powerless. There's nothing I can do. En ik ben krachteloos. Er is niks wat ik kan doen. And so I ask you to heal me. Dus ik vraag u om mij te genezen. That's the wrong way to approach God. Dat is de verkeerde manier om God te benaderen. He said that he gave you power over all of the enemy. Hij heeft gezegd dat u macht hebt gekregen over de hele legermacht van de vijand. He says he's already healed you. Hij zegt dat hij u al reeds genezen heeft. And when you come and start saying, God, I'm powerless. En als u komt en u zegt, Heer, ik ben krachteloos. You have put yourself in opposition to what God says. Dan hebt u uzelf geplaatst in het tegenovergestelde van wat God zegt. The Bible calls that unbelief. De Bijbel noemt dat ongeloof. You've already embraced defeat. U hebt eigenlijk de nederlaag al omarmd. We need to see ourselves in Christ. We moeten onszelf zien in Christus. And recognize that we have His power in us. En erkennen dat wij zijn kracht in ons hebben. It's not out there someplace. Het is niet ergens daar. I don't know what you've heard over here in Holland. Ik weet niet wat u gehoord hebt hier in Holland. But in America there's been a lot of teaching about spiritual warfare. Maar in Amerika is er heel wat onderwijs geweest over geestelijke oorlogvoering. And they will use Daniel chapter 10 where the prince of Persia blocked Daniel's prayer from getting up to heaven. En dan gebruiken ze Daniel 10 waar de koning van Perzië, de vorst van Perzië Daniel blokkeerde om zijn gebedsverhoring te krijgen. And they'll talk about how that the heaven is closed and how we've got to open up heaven. En dan gaan ze vertellen hoe de hemel dicht is en hoe we de hemel moeten openmaken. And so they encourage people to pray and break the demonic powers that are blocking our prayers from getting through to God. En dan leren ze mensen om te gaan bidden om die demonische machten te doorbreken zodat we bij God kunnen komen. And that happened in the Old Testament. En dat gebeurde in het Oude Testament. But there's a major difference between the Old Testament and the New Testament. Maar er is een groot verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. The Bible says, rend the heavens and come down. De Bijbel zegt, in de hemel en kom naar beneden. And that happened through Jesus. En dat gebeurde door Jezus. Jesus came to this earth. Jezus kwam naar deze aarde. And now Jesus lives on the inside of us. En nu woont Jezus binnenin ons. And you don't need your prayers to get up past these demons to Jesus. U hebt niet nodig dat uw gebeden langs die demonen heen bij Jezus komen. Sometimes people will say, well, that prayer didn't get above the ceiling. Sommige mensen die zeggen dat gebed kwam niet verder als het plafond. You don't need your prayer to get above your nose. Het is niet nodig dat uw gebed hoger komt als uw neus. God's right here. God is hier. Some of us look like we have more of God than others. Sommigen zien eruit alsof ze meer van God in zich hebben dan anderen. That's not true. Maar dat is niet waar. This is why we bow our heads when we pray. Dit is waarom we onze hoofden buigen als we bidden. So we can say Father. Zo zeggen we Vader. God lives on the inside of us. God woont binnenin ons. This whole concept of Satan blocking our prayers from getting to God is silly. Dit hele concept van demonen die onze gebeden blokkeren om tot God te komen is raar. You always have direct access to God. U hebt directe toegang tot God altijd. You don't always feel that way, but you always do. U voelt zich misschien niet zo, maar u hebt het altijd.
And so we need to take this authority. Dus we moeten die autoriteit nemen. Look at another passage in Acts chapter 3. Laten we een ander gedeelte kijken in Handelingen hoofdstuk 3. This is where Peter and John healed a lame man at the temple. Dit is waar Petrus en Johannes de verlamde man bij de tempel genezen. And in verse 6. In vers 6. Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I unto thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Petrus zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazareër, wandel. Do you realize that this attitude would have gotten Peter kicked out of nearly any church in the world? Als dit vandaag zou gebeuren, dan zou Petrus waarschijnlijk uit iedere kerk in de wereld eruit gegooid zijn. He said, "Such as I have, hij zei, give I unto you." Wat ik heb, geef ik u. In most churches, if you say, "I have the power to heal you," people would call you a heretic. In de meeste kerken, als jij zegt, ik heb de kracht om je te genezen, dan zouden de meeste je... They would say that only Jesus can heal. Een ketter noemen, want ze zeggen, alleen Jezus kan genezen. Well, of course only Jesus can heal. Natuurlijk kan alleen Jezus genezen. And they'll say, "You're nothing without Jesus." En ze zeggen, je bent niets zonder Jezus. And I agree. En daar ben ik het mee eens. Without Jesus, I can do nothing. Zonder Jezus kan ik niks doen. But I am never without Jesus. Maar ik ben nooit zonder Jezus. And therefore, I can do all things through Christ. Daarom kan ik alle dingen doen door Christus. And for you to amplify your unworthiness is against what Christ has done. En voor u om uw onwaardigheid te benadrukken gaat tegen in wat Christus gedaan heeft. I had a friend who ministered in Nigeria. Ik heb een vriend die bediende in Nigeria. And they started seeing all kinds of miracles happen. En ze zagen daar allerlei soorten wonderen gebeuren. And the next day he was walking through town. En de volgende dag liep hij door de stad. And these Nigerians started running up and wanting to touch him. En die Nigerianen die gingen hem achterna en die wilden hem aanraken. And his first thought was to say, "It's not me, it's not me." En de eerste gedachte die hij had was om te zeggen, "Maar ik ben het niet, ik ben het niet." Before he could say that, the Lord stopped him. Maar voordat hij dat kon zeggen, stopte de Heer hem. And he said, "What would you have thought if that donkey that I rode into Jerusalem?" Wat zou je gedacht hebben van die ezel waar ik op zat die Jeruzalem binnenging? And all of the people cut down branches and put their garments on the ground. En al die mensen die hun takken afgesneden hadden op de grond gelegd en hun klederen op de grond hadden gelegd. And they were all singing, "Glory to God in the highest." En ze zongen glorie voor God in de hoge. What would you have thought if that donkey would have said, "It's not me, it's not me"? Wat zou je ervan denken als die ezel had gezegd, "Maar ik ben niet, ik ben het niet"? Nobody was praising the donkey. Niemand prees die ezel. They were praising the one that was riding the donkey. Ze prezen degene die op die ezel zat. And the Lord told my friend. En de Heer vertelde mijn vriend. They aren't trying to touch you, they see me in you. Ze proberen jou niet aan te raken, maar ze zien mij in jou. And he just started walking like this and letting them touch en him. En hij begon zo te lopen en ze gewoon aan te laten raken. You need to recognize, yes, without Jesus you're nothing. Je moet erkennen, ja, zonder Jezus ben ik niets. But you are never without Jesus. Maar je bent nooit zonder Jezus. And God is in you. En God is in u. And therefore quit acting like a mere human being. Dus daarom stop met te handelen als alleen maar een mens. I hate this Christian song that says, "One day at a time, sweet Jesus." Ik haat dat christelijke liedje wat zingt, één dag tegelijk, Heer Jezus. It starts by saying, "I'm only human. I'm just a man." Het begint dat lied met te zingen, met te zeggen, ik ben alleen maar menselijk. I'm not only human. Ik ben niet alleen maar mens. One third of me is wall-to-wall Holy Ghost. Een derde van mij is van muur tot muur Heilige Geest. I have the same power that raised Jesus Christ from the dead. Ik heb dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt in mij. And just like Peter, he says, "Such as I have." En net als Petrus die zegt, zoals wat ik heb, give I unto you. Geef ik jou. And he grabbed him by the right hand and lifted him up. En hij greep hem bij de rechterhand en hij trok hem overeind. And the man went walking and leaping and praising God. En de man stond op en sprong en prijsde de Heer. Peter never prayed for this man. Petrus bad nooit voor deze man. You would be much better off if you quit praying so much. Soms ben je beter af als je niet zoveel bidt. I'm not against prayer. Ik ben niet tegen bidden. I'm just against begging God to do what he told you to do. Ik ben er alleen tegen om God te gaan bidden om datgene te doen wat hij gezegd heeft dat u moet doen.
Matthew chapter 10 verse 8, he commanded us to go heal the sick. Matteüs 10 vers 8, hij heeft ons bevolen om de zieken te genezen. He didn't tell us to pray for the sick. Hij heeft ons niet verteld om te gaan bidden voor de zieken. He says you go heal the sick. Hij heeft gezegd ga uit en genees de zieken. Cleanse the lepers and raise the dead. Reinig de melaatsen en wek doden op. You have been commanded to do that. Het is uw opdracht om dat te doen. God would be unjust to give us a command that he didn't equip us to do it. En God zou onrechtvaardig zijn om ons een opdracht te geven die we niet zouden kunnen uitvoeren. God's power is already in us. Gods kracht is al in ons. And so now factor all of these things back into Mark chapter 11. Nou neem al deze dingen nou mee naar Marcus hoofdstuk 11. Here's how Jesus told his disciples how this miracle took place. Hier is Jezus die zijn discipel uitlegt hoe dat wonder gebeurde. He never mentioned prayer. Hij noemde nooit gebed. He didn't ask them to plead with God. Hij heeft ze niet gevraagd om te pleiten bij God. He said, "Whoever will say to this mountain." Hij heeft alleen gezegd wie ook spreekt tot deze berg. And then if you believe what you say, en als je dan gelooft wat je zegt, you will have what you say. Dan krijg je ook wat je zegt. There are three times that he mentioned your words. Er zijn drie momenten dat hij je woorden noemt. Faith is released by words. Geloof wordt vrijgezet door spraak. What you say reveals what you really believe. Wat je zegt, dat laat zien wat je echt gelooft. People will say, "So how are you?" Mensen vragen soms, hoe gaat het met je? And you will tell them how you feel. En dan vertel je ze hoe je je voelt. Or you'll tell them what the doctor said. Of je vertelt ze wat de dokter gezegd heeft. You have just released the negative power of words. En dan heb je net de negatieve kracht van woorden vrijgezet. But words also have a positive power. Maar woorden hebben ook een positieve kracht. You can either say what you have or have what you say. Je kunt ofwel zeggen wat je hebt of hebben wat je zegt. There's a difference. Er is een verschil. Most people are just saying what they have. De meeste mensen zeggen alleen maar wat ze hebben. But you can use words to create. Maar je kan woorden gebruiken om te scheppen. In Proverbs chapter 18 verse 21. In Spreuken 18 vers 21. It says death and life are in the power of the tongue. Er staat leven en dood zijn in de macht van de tong. It says death and life. Er staat leven en dood. It's not one or the other. Het is niet één of de ander. It's both. Het is allebei. Your words can either release death or life. Uw woorden kunnen ofwel dood of leven voortbrengen. And most of our words are releasing death. En de meeste van onze woorden zetten de dood vrij. When you say I've only got 2 months to live. Als u gaat zeggen ik heb nog maar 2 maanden te leven. You're releasing death. Dan spreekt u dood. You're cursing yourself. Je vervloek je jezelf. And I know that a lot of people think that this is overemphasizing a truth. En ik weet dat veel mensen denken dat dit een overbenadrukking van een waarheid is. But remember, Jesus was teaching his disciples how he did this miracle. Maar vergeet dan niet dat Jezus zijn discipelen uitgelegd heeft hoe dit wonder tot stand kwam. He never touched that tree. Hij heeft die boom nooit aangeraakt. He didn't throw salt on that tree. Hij gooide geen zout op die boom. He used the power of words. Hij gebruikte de kracht van woorden. And he cursed that fig tree. En hij vervloekte die vijgenboom. And look at this in Mark 11, 14. En kijk naar Marcus 11, vers 14. It says, and Jesus answered this tree and said. En hij antwoordde en zeide tot hem. It says he answered the tree. Hij antwoordde de boom. That means that tree had been talking to him. Dat betekent dat die boom tegen hem gesproken had. He didn't only talk to the tree, but the tree had been talking to him. Hij sprak niet alleen tot die boom, maar die boom sprak ook tot hem. Some of you think this is weird. Sommigen van u vinden dit gek. But you know what? I believe the Bible. Maar ik geloof de Bijbel. And I believe if you don't think this way, you're weird. En ik denk, als u dat niet gelooft, dan bent u vreemd. Things talk to you. Dingen spreken tot u. Your checkbook will talk to you. Uw checkbook. Hebben we niet checkboekjes? Uw rekening, uw girorekening zal spreken tot u. It'll tell you that the word doesn't work. Het zal u vertellen dat het woord niet werkt. It'll tell you that you're broke. Het zal u vertellen dat u failliet bent. When God's word says, "Let the poor say I am rich." Terwijl Gods woord zegt, laat de armen zeggen, ik ben rijk. Anything that talks to you, you talk to it. Wat ook tegen u spreekt, spreekt terug tot datgene. If your body talks to you and says you're sick. Als uw lichaam tot u spreekt en zegt, u bent ziek. Then talk to it. Dan spreekt ertoe. There is power in your words. Er is kracht in uw woorden.
And you have to begin to start using your words to release God's faith. En je moet beginnen om uw woorden te gebruiken om Gods geloof vrij te zetten. And notice it also is important not only who you talk to, but or what you say, but who you talk to. Zie dus dat het niet alleen belangrijk is wat u zegt, maar ook tegen wie u het zegt. Verse 23 says you have to speak to the mountain. Vers 23 zegt je moet spreken tot de berg. Most people talk to God about their mountain. Meeste mensen spreken tegen God over een berg. Most people say, "Oh God, I'm sick. Please heal me." Meeste mensen zeggen, "Oh God, ik ben ziek. Alsjeblieft genees me." That's not what this verse tells you to do. Dat is niet wat dit vers u zegt om te doen. This tells you to speak to your mountain. Dit vers zegt u om te spreken tegen de berg. Which is talking about your problem. Dat is spreken over uw probleem. Whatever your problem is what you're supposed to be speaking to. Wat uw probleem is, daartegen moet u spreken. It never mentions speaking to God in this verse. En daar staat hier niks over spreken tegen God in dit vers. It's implied that you already understand God has given you his power. Het gaat ervan uit dat u begrijpt dat God u zijn kracht al gegeven heeft. And now you use that power and command things to line up with what God has purchased. En dan gebruikt u die kracht om uit te spreken, om dingen in lijn te laten komen met Gods woord. Let me give you an example of this. Laat me u een voorbeeld daarvan geven. I prayed for a woman one time who had terrible pain. Ik bad voor een vrouw op een dag die enorme pijnen had. The doctor said that on a scale of 1 to 10, her pain was a constant 11. En de dokters zeiden dat van een schaal van 1 tot 10 haar pijn een constante 11 was. She had had this for about 7 years. En dit had ze al 7 jaar lang. And they said that she should have been dead 3 years before. En ze hadden gezegd dat ze 3 jaar geleden eigenlijk dood had moeten zijn. And the only way she was able to cope with the pain. En de enige manier dat ze in staat was om met die pijn om te gaan. She had magnets strapped all over her body. Had ze magneten vastgebonden over haar hele lichaam. And she had magnets sewn into a blanket. En ze had magneten die ingenaaid waren in een deken. And she wrapped herself in this blanket. En ze omhulde zich met die deken. And somehow that magnetic field dampened her pain. En op de een of andere manier was dat magnetische veld dempend voor haar pijn. But she was basically invalid. Maar ze was in feite invalide. And so I told her that God was going to heal her. En ik zei haar dat God haar ging genezen. I commanded all of the pain to leave her body. Ik beval alle pijn om uit haar lichaam te gaan. And I said, "How do you feel now?" En ik vroeg haar, hoe voel je nu? And she stood up and took that blanket off. En ze ging staan en ze nam die deken weg. And she moved around and she was completely pain-free. En ze bewoog zich en ze was volkomen pijnvrij. The first time in 7 years that she had been without pain. De eerste keer in 7 jaar dat ze geen pijn had. And she says, "But I have a burning right here on my waist in the back." Maar ze zegt, ik voel hier een brandend gevoel hier bij mijn heupen op mijn rug. She says, "Why do I still have the burning?" Waarom heb ik nog steeds dat brandend gevoel? I said, "I didn't talk to burning." Ik zei, maar ik heb helemaal niet gesproken tegen brandend gevoel. You told me you had pain. Je zei me dat je pijn had. And so I only spoke to pain. Dus ik sprak alleen tegen pijn. So then I rebuked her burning and she was healed. En toen bestrafte ik die branderigheid en toen was ze genezen. And then I spent about 20 minutes teaching her Mark 11, 23. En toen heb ik 20 minuten lang haar uitgelegd Marcus 11, vers 23. And I said, "If you ever have another pain, it doesn't mean you weren't healed." En ik zei haar, als je nog een keer een pijn hebt, dat betekent het niet dat je niet genezen bent. That's just Satan knocking on the door. Dat is gewoon Satan die aan je deur klopt. Seeing how you'll respond. Om te kijken hoe je antwoordt. And if you say, "Oh no, I wasn't healed." En als je gaat zeggen, oh nee, ik was toch niet genezen. Or if you say, "Oh no, I've lost my healing." Oh nee, ik ben mijn genezing kwijtgeraakt. Then you've just opened up the door and let that back in. Heb je gewoon de deur opengezet om het weer terug binnen te laten. But if you will just speak to it and say, "In the name of Jesus, I was healed." Maar als je gewoon gaat spreken en zegt in de naam van Jezus, ik was genezen. Then you'll keep that door locked and he'll move on. Dan heb je de deur dicht en dan gaat hij weg. So I spent 20 minutes explaining that to her. Dus ik heb 20 minuten doorgebracht om dat aan haar uit te leggen. And she was getting ready to leave. En ze stond op het punt om weg te gaan. And she put her hand on the doorknob. En ze deed haar hand op de deurknop. And she turned around and looked at me. En ze draaide zich om en ze and keek naar me. And she says, "The pain is back." Ze zei, de pijn is terug. And I said, "Well, I've just taught you what to do." Maar ik heb je net gezegd wat te doen. So I'm not going to pray. I'll let you do the praying. Dus ik ga niet meer bidden. Ik laat jou het gebed doen. And you've got to remember that 45 minutes before this, this woman was a Presbyterian. En je moet bedenken dat 45 minuten daarvoor was deze vrouw van de Presbyteriaanse kerk. She had never seen or heard of a miracle in her life. Ze had nog nooit een wonder, nooit van gehoord of nooit gezien.
And she prayed a pretty good prayer for a person that had just been believing God for 45 minutes. En ze bad een goed gebed voor degene die net voor 45 minuten genezen was. And this is nearly word for word what she said. En dit is woord voor woord wat ze zei. She said, "Father, I thank you that by the stripes of Jesus I was healed." Ze zei: "Vader, dank u wel dat door de striemen van Jezus ben ik genezen." "And if I was healed, I am healed." En als ik genezen was, dan ben ik genezen. "And so I receive my healing." Dus ik ontvang mijn genezing. "In the name of Jesus, I am healed." In de naam van Jezus, ik ben genezen. Amen. Amen. It's a terrible prayer. Afschuwelijk gebed. Some of you are thinking, what's wrong with that prayer? Nou, sommigen zeggen, wat is daar verkeerd met dat gebed? Everything she said was good. Alles wat ze zei was goed. It was good to praise God that she believed she was healed. Het was goed om te zeggen, prijs God dat ik genezen was. But she didn't do what the word said. Maar ze deed niet wat het woord zei. She never took her authority and spoke to her problem. Ze nam nooit haar autoriteit om te spreken tot haar probleem. And I knew that that wouldn't get rid of the problem. En ik wist dat het probleem niet zou kwijtraken. I'm sure that there's many of you that pray prayers like that. Ik weet zeker dat er velen van u zijn die gebeden zoals dat bidden. And what you're saying is good. En wat u zegt is goed. But you won't get healed praying that way. U raakt niet genezen door het zo te bidden. And there are many of you who are still sick and you've been praying that way for years. En er zijn velen van u die nog steeds ziek zijn en die dat gebed gebeden hebben. Jesus is saying you have to believe that you have this power. Jezus zei je moet geloven dat je zijn kracht hebt. And instead of asking and begging God for something. En in plaats van vragen en bedelen bij God voor iets, believe that God has already put this power on the inside of you. Geloof dat God die kracht al in u gelegd heeft. Believe that your words have the power of death and life in them. Geloof dat uw woorden de kracht van leven en dood in zich hebben. And then speak with authority to your problem. En spreek dan met autoriteit tegen uw probleem. God is not your problem. God is niet uw probleem. Sickness and poverty is your problem. Ziekte en armoede is uw probleem. You have to speak to those things in Jesus' name. U moet tegen die dingen spreken in Jezus' naam. And so I asked this woman, I said, "Do you still have that burning?" En ik vroeg die vrouw, heeft u nog steeds dat branderige gevoel? And she says, "Yes, why is it still burning?" En ze zei, ja, waarom brandt dat nog steeds? And I told her, "You didn't do what I just taught you to do." En ik zei, ja, je hebt niet gedaan wat ik u net onderwezen heb. And she says, "Well, tell me again." Zeg het me nog eens dan. And I said, "You have to speak to the burning." U moet spreken tegen die branderigheid. And she says, "You mean I'm supposed to say burning in the name of Jesus?" Dus je bedoelt dat ik moet zeggen, branderigheid in de naam van Jezus? And I said, "That's exactly what you're supposed to do." En ik zei, ja, dat is precies wat je moet doen. And she says, "I'll do it." En ze zei, ik zal het doen. So we joined hands again. Dus we hebben onze handen ineengeslagen. And she said, "Burning in the name of Jesus." En ze zei, branderigheid in de naam van Jezus. And that's as far as she got. En zo ver kwam ze. And she says, "It's gone." En ze zei, het is weg. And that's been 8 years ago, and she's never had it come back. En dat is 8 jaar geleden en het is nooit teruggekomen. This makes a big difference. Dit maakt een groot verschil. Believing that God can do something is not faith. Geloven dat God iets kan doen is geen geloof. Even the devils believe in the power of God. Zelfs de duivelen geloven in de kracht van God. You've got to move beyond believing it's possible. U moet geloven voorbij datgene dat u denkt dat het mogelijk is. Into believing that God gave you the power to heal the sick. In het geloof dat u de kracht hebt gegeven om de zieken te genezen. You have this authority on the inside of you. U hebt die kracht in u. And then you need to quit asking God to do what he told you to do. En dan moet u ophouden met de vraag aan God om te doen wat hij verteld heeft dat u moest doen. He told you to speak to your problem. Hij heeft u verteld om tegen uw problemen te spreken. You speak to it in the name of Jesus. U spreekt er tegen in de naam van Jezus. James 4:7 says. Jacobus 4 vers 7 zegt. That you resist the devil and he will flee from you. Dat als u de duivel wederstaat, hij van u weg zal vluchten. You can't ask God to get the devil off of your case. U kan God niet vragen om de duivel van u weg te halen. You have to resist him in the name of Jesus. U moet hem wederstaan in de naam van Jezus. And he will flee from you. En hij zal vluchten van u. So here's the way that I release my faith for healing. Dit is de manier waarop ik mijn geloof voor genezing vrijzet. If I have something wrong in my body, als ik iets heb in mijn lichaam, I start by just thanking God that he's already healed me. Dan begin ik met God te danken dat hij me alreeds genezen heeft. Father, thank you that by your stripes I was healed. Vader, dank u dat ik door uw striemen al genezen was.
Thank you that according to Ephesians 1:19, I have the same power that raised Christ from the dead living in me. Dank u dat door Efeze 1 vers 19 dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt in mij is. And so I don't ask God for that power, I praise him that I've already got it. Dus ik vraag God niet om die kracht, maar ik prijs hem dat ik het al heb. And then I use the power of words. En dan gebruik ik de kracht van woorden. Death and life are in the power of words. Dood en leven zit in de kracht van spreken in and woorden. So I'll curse whatever it is that I feel. Dus ik vervloek datgene wat ik daarin binnen in me voel. I'll speak directly to it. Ik spreek er direct tegen. Pain in the name of Jesus, I command you to leave my body now. Pijn in de naam van Jezus, ik gebied je om mijn lichaam nu te verlaten. Cancer in the name of Jesus, I curse you and command you to die. Kanker in de naam van Jezus, ik vervloek je en ik gebied je om te sterven. Tumor in the name of Jesus, die and shrink. Tumor in de naam van Jezus, sterf en verschrompel. And then I'll loose the power of life with my words. En dan laat ik de kracht van leven vrij door mijn woorden. And I'll start saying, Father, thank you that your anointing is flowing in my physical body. En dan zeg ik, Vader, dank u wel dat u die zalving laat stromen door mijn lichaam. Thank you that you're expelling all of this cancer out of my body. Dank u dat u al die kanker uit mijn lichaam weghaalt. Thank you that life is coming back unto me. Dank u dat leven terugkomt in mij. Thank you that your anointing is flowing through every part of my body. Dank u wel dat u die stroming van zalving door mijn hele lichaam stuurt. And I speak to my body. En ik spreek tegen mijn lichaam. And my body obeys me. En mijn lichaam gehoorzaamt me. I know this sounds simple. Ik weet dat het simpel klinkt. This is so simple you got to have somebody to help you to misunderstand what I'm saying. Het is zo eenvoudig dat je echt iemand nodig hebt om je te helpen om het niet te begrijpen. But most of us have had a lot of help. Maar meeste van ons hebben een hoop hulp gehad. And you know the number one thing that confuses this? En weet je wat het meest verwarrende is? Is religion. Dat is religie. Religion doesn't like what I'm saying. Religie houdt er niet van wat ik zeg. Because it puts responsibility on us. Want het legt verantwoordelijkheid bij ons. It's much easier to just pray a prayer towards God. Het is veel makkelijker om gewoon een gebed te bidden tot God. And say, God, if it's your will, heal this person. En zeg, God, als het uw wil is, genees die persoon. And if they die, then we say, well, it must have been God's will. En als ze dan sterft, dan zeggen we, ja, was zeker Gods wil. That's safe. Dat is veilig. That's chicken praying. Dat is een beetje angsthazen geloof. When you say, in the name of Jesus, such as I have, give I unto you. Als je zegt, in de naam van Jezus, wat ik heb, dat geef ik aan je. Then that puts you in a position where you could fail. Dan plaats je dat in een positie waar je kan falen. And most Christians won't accept that responsibility. En de meeste christenen willen die verantwoordelijkheid niet. You know, we heard our brother give testimony about healing of cancer. We hoorden deze broeder vertellen zijn getuigenis over genezing van kanker. And he was saying it's God's will for everyone to be healed. En hij zei het is Gods wil voor iedereen om genezen te worden. That's absolutely true. En dat is absoluut waar. Well then why isn't every single person healed? Waarom is niet iedereen genezen dan? Because that power and authority has been placed on the inside of us. Want die kracht en die autoriteit is binnenin ons geplaatst. But it's not up to God whether you get healed. Maar het is niet aan God of u geneest of niet. It's up to you. Het is aan u. Are you going to take his authority and believe? Gaat u zijn autoriteit nemen en geloven? Or are you going to continue to beg God and plead for him to do it? Of blijf je bedelen bij God en pleiten of hij het wil doen? It's God's power. Het is Gods kracht. You can't heal yourself. Je kunt uzelf niet genezen. But that power is completely dependent upon how you use it. Maar die kracht is volkomen afhankelijk van de manier waarop u ermee omgaat. And most of us have been approaching God as a beggar. En de meeste van ons hebben God benaderd als een bedelaar. Not believing that we have any power. Niet gelovend dat we enige kracht hebben. But asking him for power. Maar hem te vragen voor kracht. And that's wrong. En dat is fout. You already have all of the power of Jesus on the inside of you. U hebt al reeds alle kracht van Jezus binnenin u. Again, I refer to 1 John chapter 4, verse 17. Ik haal nog even aan 1 Johannes 4, vers 17. As Jesus is, so are you in this world. Zoals Jezus is, zo bent u in deze wereld. Do you think Jesus just has a little bit of the power of God? Denkt u dat Jezus maar een klein beetje van de kracht van God heeft? He has the total power of God in him. Hij heeft de hele kracht van God in zich. And you have the total power of God in you. En u hebt de hele kracht van God in u. But we haven't been using what we have. Maar we hebben niet gebruikt wat we hebben.
It says in Philemon chapter 1, verse 6. I missed that. Philemon or Philemon. Oh, Philemon. Philemon. Yes. Chapter 1, verse 6. Hoofdstuk 1, vers 6. Titus, Philemon, Hebrews. Philemon. 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 Chapter 1, verse 6. Hoofdstuk 1, vers 6. This is a prayer that Paul prayed for Philemon. Dit is een gebed wat Paulus bad voor Philemon. He said that the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Biddende dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tonen in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. The way your faith becomes effectual. De manier waarop uw geloof effectief wordt is by acknowledging the good things that are in you. Is om te erkennen de goede dingen die in u zijn. Your faith doesn't become effectual by praying and begging God. Uw geloof wordt niet effectief door bidden en pleiten bij God. You have to hear the truth. Je moet de waarheid horen. And believe the truth. En de waarheid geloven. And that truth will set you free. En die waarheid zal u vrijzetten. But it's only the truth you know that sets you free. Maar het is alleen de waarheid die u kent die u vrij kan zetten. And most of us don't know what we have in Christ. En de meeste van ons weten niet wat we hebben in Christus. But the same amount of power that raised Jesus from the dead is the same power that indwells every one of us. Maar diezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt is dezelfde kracht die in ieder van ons woont. And God has told us to quit begging him for more power. En God heeft gezegd dat hij wil dat we stoppen met te bedelen om meer kracht. But believe that he's already given us that same power. Maar te gaan geloven dat hij ons al die kracht gegeven heeft. You know, often I go into churches. Vaak ga ik naar kerken. Where they are prophesying that God is going to give twice the power. Waar ze profeteren dat God er twee keer zoveel kracht gaat geven. They even have double portion nights. Ze hebben zelfs dubbele portieavonden. And they will go back to Elijah and Elisha. En dan gaan ze Elia en Elisa lezen. Where Elisha got twice as much of the anointing as Elijah had. Waar Elisa twee keer zoveel kracht kreeg als Elia. And they'll say, if you'll come down here, you're going to get twice the anointing. En als je hier komt, dan krijg je twee keer de zalving. But there's a difference between the New Covenant and the Old Covenant. Maar er is een verschil tussen het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Elijah only had a small portion of the power of God. Elia had maar een klein deel van de kracht van God. And so you could give Elisha twice as much. Dus je kan Elisa twee keer zoveel geven. But the Bible says that Jesus was the fullness of God. Maar de Bijbel zegt dat Jezus was de volheid van God. And now Jesus lives in us bodily. En nu leeft Jezus in ons lichamelijk. And we have the fullness of the Godhead fulfilled in us bodily. En wij hebben de volheid van God in ons lichaam. You can't get twice as much of Jesus. Je kunt niet twee keer zoveel krijgen van Jezus. Now you could use twice as much as what you're using. Maar je kunt wel twee keer zoveel gebruiken als dat u gebruikt. But you can't get more of Jesus. Maar je kunt niet meer van Jezus krijgen. You can't get any more power. Je kunt niet meer kracht krijgen. You could start using more power. Je kunt wel meer kracht gaan gebruiken. But God has already given us all of his power. Maar God heeft ons al zijn kracht al gegeven. I heard Kenneth Copeland say this one time. Ik heb Kenneth Copeland dit een keer horen zeggen. That he was praying over his meetings. Dat hij bad voor zijn samenkomsten. And he was saying, "Oh God, I need more power." En hij bad, "Oh God, ik heb meer kracht nodig." And he just kept praying over and over, "Give me more power." En hij bad het maar opnieuw en opnieuw, "Heer, geef me meer kracht." And finally the Lord said, "Kenneth." En uiteindelijk zei de Heer, "Kenneth." "Where would I go to get any more power?" Waar moet ik naartoe om nog meer kracht te halen? "I gave you all power in heaven and in earth." Ik heb je alle kracht in hemel en op aarde al gegeven. "Just use what you've got." Gebruik wat je hebt. "You don't need more power, you need to use what you've got." Je hebt niet meer kracht nodig, je moet gebruiken wat je hebt. "And so quit begging God for more power and use what you have." Dus stop ermee om God te vragen om meer kracht en ga gebruiken wat je hebt. "You are greater is he that's in you than he that's in the world." Groter is hij die in u is dan diegene die in de wereld is. "And if you will take your authority and resist that sickness." En als u uw autoriteit neemt en die ziekte wederstaat, "it will flee from you." Dan zal het van u wegvluchten. Amen. Amen. Has anybody here understood something you didn't understand before? Heeft iemand vandaag iets begrepen wat hij eerder niet begreep? If your faith has been quickened.
Als uw geloof wakker geworden is. And you're now ready to resist the devil. En u nu klaar bent om de duivel te wederstaan. And speak directly to your problem. En direct tot uw probleem te spreken. And quit asking God to do what he told you to do. En te stoppen met God te vragen voor datgene wat God gezegd heeft dat u moest doen. If you're ready to take your authority right now. Als u klaar bent om uw autoriteit te nemen op dit moment. Then I want you to stand and I'm going to lead you in a prayer of authority. Dan vraag ik u om te gaan staan en ik zal u leiden in een gebed van autoriteit. And we're going to speak to our problems and command them to leave. En dan gaan we spreken tot onze problemen en ze te bevelen, gaan ze bevelen om te vertrekken.